Klimaat staat bovenaan de politieke agenda. Zou toch moeten, volgens een enquête die is uitgevoerd in opdracht van VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws. Scholieren betogen elke donderdag en al twee zondagen heeft een betoging in het centrum van Brussel een pak volk op de been gebracht. Vorig weekend nog meer dan 70.000 mensen. Vorige woensdag is er over gedebatteerd in het Vlaams parlement. En dat doen we nu opnieuw in deze studio. Dag dames en heren, ik praat met Bruno de Wak, Vlaams parlementslid voor de SPA, met Andries Griffroy, die in het Vlaams parlement zetelt voor de N-VA. En ook hier aan tafel Jurie Thijs van Greenpeace. Greenpeace dat deel uitmaakt van de Klimaatcoalitie. Een coalitie die begin december een klimaatmars door Brussel heeft gehouden. Iets wat vorig weekend opnieuw is gebeurd. Welkom allemaal in de studio. Ja, Andries Griffroy, ik wil even terugkomen op het debat afgelopen woensdag in het Vlaams parlement. Dat begon met een betoog van de minister-president, Geert Bourgeois, die opsomde wat zijn regering allemaal al gedaan heeft voor het klimaat. En ik pik er een aantal zaken uit. Energierenovatie van sociale woningen en gebouwen, groene verkeersfiscaliteit, kilometerheffing voor vrachtwagens, budgetten voor fietspaden en zo ging je een poosje door. Kan hij met zijn regering een goed rapport voorleggen? Maar ik denk dat het rapport, laten we zeggen, matig goed is. We moeten ook rekening houden dat, en dat is misschien een beetje de fout die gemaakt is in 2014, dat er nog te weinig aandacht was in het regeerakkoord omtrent energie en klimaat. En dat heeft ook te maken voor een stuk door de complexiteit van klimaat, waar dat heel veel zaken in betrokken zijn. Dat gaat niet enkel over energie, dat gaat ook over ruimtelijke ordening, dat gaat ook over mobiliteit, dat gaat ook over landbouw enzovoort. Ruimtelijke ordening, daar heeft hij het ook over gehad vorige woensdag. Vandaar mijn vraag, als hij terugblikt op die voorbije legislatuur, mag hij zeggen, dit was goed gedaan van mijn ploeg? En ook afhankelijk van hoe hij dat ziet, deze middag was er ook nog rector van Goedem op de radio, die ook zegt, ja, gelijk welke maatregelen dat je nu doorvoert, dat zie je ook niet onmiddellijk op 5 à 10 jaar. Het is een beleid dat moet voeren op lange termijn. En als je dan kijkt naar het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2030, daar staan heel wat zaken in, maar die moeten nu uiteraard operationeel uitgevoerd worden. Dus om te zeggen, er zijn heel wat zaken gedaan, maar dat er nog veel meer moet gebeuren, ja zeker. Waarom ik het vraag natuurlijk is, omdat de betogers van de twee marsen op zondag, maar ook de scholieren die op donderdag betogen, zeggen, ja, overheid, doe iets, schiet in gang, begin eraan. Vandaar mijn vraag, heeft de regering Bourgeois goed werk geleverd? Zijn ze eraan begonnen? Ja, ze zijn eraan begonnen. Hebben de betogers zich vergist als ze het van vragen? Maar het gaat niet over of betogers zich vergist hebben of zich niet vergist hebben. Dat is een signaal dat je krijgt waar je heel goed moet naar luisteren. Je moet dat ook niet direct proberen 100% politiek te capteren. Maar er zijn heel wat zaken die aangezet zijn, maar waarvan je ook nog niet onmiddellijk de resultaten ziet. En er zijn nog heel veel zaken die in operationele uitvoering zitten of die nog moeten komen in operationele uitvoering. En dat zal nog niet voldoende zijn, voor alle duidelijkheid. Jurie Thijs, de betogers vragen ambitieuze maatregelen. De ploeg Bourgeois heeft een aantal maatregelen genomen. Heeft die vorige woensdag ook nog eens opgesomd in het Vlaams parlement. Ik hoor hier ook zeggen van Andries Griffroy van kijk, ja, een aantal dingen moeten natuurlijk nog gebeuren en we gaan de resultaten niet onmiddellijk zien. Zijn de betogers eigenlijk op de hoogte van wat er dan wel al gebeurd is? Ik denk dat die betogers en zeker ook die jonge mensen veel beter op de hoogte zijn dan we vaak denken. Zij zijn niet van gisteren, zij lezen ook de kranten. En wij vanuit de klimaatbeweging, wij kijken gewoon naar de feiten. De feiten zijn wat ze zijn vandaag. We hebben eind vorig jaar een heel duidelijk signaal vanuit de wetenschap gekregen. Het internationale klimaatpanel van de Verenigde Naties heeft ons eigenlijk een spiegel voorgehouden. Heeft ons gezegd van kijk, we moeten tegen 2030, dus in de komende 11 jaar, moeten we wereldwijd die uitstoot van broeikasgassen met minstens de helft naar beneden halen. Wij kijken naar de plannen die vandaag nog op tafel liggen van de Vlaamse regering. De Vlaamse regering gaat voor 35%. Binnen Europa zijn er afspraken qua energiebesparing ook. Ook daar zien we dat die cijfers veel lager liggen dan ze zouden moeten liggen als we luisteren naar wat de wetenschap ons vertelt. En zelfs Vlaanderen haalt die Europese doelstellingen. Wetenschappers die ondertussen vanuit Vlaanderen, afgelopen donderdag meer dan 3000 academici die een open brief schrijven en zeggen van kijk, steek een tandje bij. Klopt, ja. En ik denk het signaal van die duizenden, die tienduizenden mensen en ook die jongeren is van ja, kijk, wij hebben niet per se zelf die expertise in handen, maar wij lezen wel in de kranten wat we lezen en wij vragen vooral van de politiek van kijk naar die boodschap van die wetenschappers. En die is heel duidelijk. En de realiteit vandaag is
ook heel duidelijk. Hè. De Vlaamse uitstoot is amper naar beneden gegaan. Hè. Dus we moesten binnen die eigenlijk al te weinig Europese doelstellingen, te weinig ambitieuze Europese doelstellingen, moesten we minstens 15%, bijna 16% uitstoot naar beneden halen in, laten we zeggen, de belangrijkste sectoren buiten de industrie. Hè. De mobiliteit, de landbouw, hè, onze voeding en de gebouwen. We zijn er in de realiteit amper in geslaagd om 5% te doen dalen tegen 2000. Het is veel te weinig. Ik zag u meteen van nee schudden, Bruno Tobak. Mm-hmm. Dit komt beter? Ik weet niet of het beter komt, laat ik daar duidelijk in zijn. Maar ik vind dat eigenlijk een beetje de verkeerde discussie. De essentie is van het moet beter. En ik vond het jammer wat de minister-president gedaan heeft door dat hele debat te beginnen met een soort van opsomming van kijk eens wat we allemaal gedaan hebben en hoe goed mijn rapport wel is. Misschien heeft hij het gedaan om mensen duidelijk te maken van kijk, jullie vragen van ons dat we dingen doen en dit is wat we nu al gedaan hebben. Maar dat is niet, maar de mensen hebben niet gevraagd, denk ik. En ik vind ook niet dat we met de politiek moeten praten over hoe goed we het al gedaan hebben. De essentie van het politieke debat vandaag zou moeten gaan over het feit dat ten eerste we weten eigenlijk allemaal, als we tenminste naar objectieve wetenschappers luisteren, dat we er daarmee ook nog lang niet zijn. Ja, en laat ons wel wezen, die zijn tijdens hoorzittingen in het Vlaams parlement ook allemaal gepasseerd. Inderdaad. Hè? En dus de echte discussie zou moeten gaan over, zijn we ten eerste allemaal samen akkoord dat we nog veel meer moeten doen? En ten tweede, gaan we nu samen eraan beginnen om te kijken hoe we nu echt die systeemverandering die we nodig hebben, hoe we die vormgeven? En dus in die zin vond ik het jammer dat de minister-president op die manier begonnen was en dat zag als het rapport van zijn regering. Want eigenlijk is dit een discussie over waar willen we als samenleving naartoe, hoe gaan we een aantal dingen fundamenteel veranderen. Bijvoorbeeld in zaken mobiliteit, bijvoorbeeld in zaken hoe we wonen en vooral ook hoe maken we die positief. Want ik denk dat je heel veel van die dingen positief kunt maken. Ik denk dat er nogal wat Vlamingen bijvoorbeeld het niet zo prettig vinden dat we de enige stedelijke regio in de wereld zijn waar na 10 uur 's avonds geen bus meer rijdt. Dus als je echt wil een alternatief voor de wagen voorzien, wat we moeten doen, laat ons daar dan iets positiefs tegenover stellen en laten we dat dan voluit doen. En een discussie in het parlement onder politici zou moeten gaan over, willen we daar voluit voor gaan? Welke zijn onze prioriteiten daarin? En hoe gaan we dat financieren? En niet over wat hebben we de voorbije 4 of 10 jaar gedaan. Ja, willen we er voluit voor gaan, Andries Griffoy? Maar uiteraard, maar het debat is ook breder nog dan dat. Als je kijkt gisteren naar de iVox enquête die gelanceerd is en gepubliceerd in het Vlaams Nieuws. En VTM Nieuws. Ja. Maar daar komt ook een ander debat terug. Dat gaat over het feit dat mensen zeggen, we willen er wel niet voor betalen. Ja. Ik wil daar straks over hebben, maar ga eerst eens in op wat Bruno Tobak zegt. Van, kijk, willen we ervoor gaan en hoe ver willen we gaan? Want ik had begrepen dat u het niet zo heeft op het vastpinnen van ambities. Ja, maar dat klopt ook. Waarom? Omdat de discussie gaat te veel alleen maar over welke ambitie en doelstelling willen we halen. Terwijl dat we ondertussen met heel wat beleidskeuzes zitten en dat ik liever zou hebben dat we deze beleidskeuzes volbrengen en ook uitvoeren. En dat daar de discussie moet over gaan. En dus als je inderdaad kijkt waar we de laatste tijd te veel mee bezig zijn, en ik heb het ook gezien in het Interfederaal Klimaatcommissie, hebben we heel lang gediscussieerd over is het 40%, 45%, 55%, misschien stond er een 10%, maar waar dat ik zeg, laat ons nu eens bezig zijn met hetgene dat de beleidskeuzes in uitvoering. En dan ga je meer gaan naar hetgeen dat we altijd ook zeggen, innovatie en techniek. Maar ik ben ook daarom blij dat we gisteren een motie goedgekeurd hebben, die trouwens een initiatief was van collega Tobak, waarin dat we nu eindelijk eens zeggen, die Vlaamse klimaatresolutie, die laten we ook doorrekenen qua kosten, baten en effecten door een planbureau. En eigenlijk zou hetzelfde ook mogen gebeuren voor het Vlaams Energie- en Klimaatplan. Ik ga het even samenvatten, want ik vermoed dat niet elke kijker nu weet waarover het gaat. De klimaatresolutie, waar u naar verwijst, is de resolutie uit 2016. Ja, en inderdaad, Bruno Tobak heeft gevraagd van laten we al wat daar nu in staat is berekenen door het planbureau. Ja. Kort samengevat, wat staat daarin? Wat moet het planbureau berekenen? Daar staan klaar en duidelijk ten eerste de ambitie in dat we naar een klimaatneutraal Vlaanderen willen. Dan tegen in dat geval tegen 2050. Dat er daar een aantal maatregelen, onder andere bij mij weten ook de betonstop, onder andere de uitfasering van fossiele brandstoffen voor voertuigen, onder andere ook de uitfasering van fossiele brandstoffen voor huisverwarming, staan daar allemaal duidelijk in. Dus daar staan een pakket concrete maatregelen in, waar eigenlijk unanimiteit over bestond in het Vlaams parlement. En nu gaan we weten wat gaan die kosten.
En dat niet alleen, wacht even, niet alleen wat ze kosten, want het gaat niet alleen maar over kosten, ook wat gaan al die investeringen ons opleveren? Want kijk, als we werken, en wat moeten we doen om ze waar te maken? Als je wil dat er geen auto's meer met fossiele brandstoffen rijden, dan ga je inderdaad moeten kijken hoe maken we voldoende toegankelijke elektrische wagens, maar ook hoe maken we, want dat is waarschijnlijk goedkoper, hoe maken we voldoende toegankelijk openbaar vervoer, zodat je minder de wagen moet gebruiken. Dus die opties en die scenario's, die bestaan allemaal. En in plaats van, ik zou zelfs nog een stapje verder willen gaan dan wat we gisteren hebben gezegd, in plaats van dat we allemaal als partijen onze eigen klimaatplannen naar het planbureau sturen, hè, in het kader van de verkiezingen, ik wil voorstellen, en ik wil dat namens SP ook verdedigen, dat we dat niet doen en dat we gewoon allemaal gezamenlijk zeggen van we sturen die resolutie naar het planbureau en we zijn ook akkoord om de scenario's die daaruit komen na de verkiezingen als leidraad te nemen voor het beleid, niet alleen van de komende regering, maar van zoveel regeringen als er nodig zijn om de doelstellingen te bereiken. Vandaar dat u ook gevraagd heeft, en daar heeft u het niet gehaald, om het in een decreet om te zetten. Dat zag uw partij niet zitten. Nee, maar de eerste stap is inderdaad dat planbureau, die gaat ook waarschijnlijk op uitkomen op een aantal neveneffecten, bepaalde maatregelen die dan toch niet zoveel opbrengen ten overstaan van de kostprijs. Dan kun je ook gaan bijsturen. Ja. Kun je ook gaan zeggen, nee, dan moeten we nog meer inzetten op systeem A in plaats van systeem B. En het is die analyse die moet gebeuren nadat het planbureau heeft U wilt eerst weten wat het planbureau op papier zet, vooraleer die stap te zetten naar een decreet. Jurie Thijs, het is hier al aangeraakt. Een aantal dingen gaan ook geld kosten. En inderdaad, uit die enquête die we deze week hebben leren kennen via VTM Nieuws en het laatste nieuws, blijkt toch dat heel veel mensen ervan overtuigd zijn, ja, het klimaat moet bovenaan de politieke agenda. 7 op de 10 Vlamingen vindt dat, maar slechts een minderheid wil dan ook meer gaan betalen. Mm-hmm. Leg dat maar eens uit aan die betogers. Nee, ik denk dat dat eigenlijk een hele logische reflex is. Hè. Ik bedoel, mensen zien ook wel dat eigenlijk het beleid dat vandaag gevoerd wordt, vooral de sterkste schouders probeert te sparen. Ik geef één voorbeeld. Deze Vlaamse regering heeft eigenlijk vooral ervoor proberen te zorgen dat de energiefactuur van de grote energie-intensieve bedrijven zo laag mogelijk bleef. En eigenlijk is de energiekost voor de burger, voor de gezinnen, alleen maar gestegen. En ik denk een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid, dat moet ervan uitgaan dat de investeringen die we moeten doen, die we hoe dan ook moeten doen. Hè. Ons energiepark bijvoorbeeld is verouderd. We moeten investeringen doen, of we dat nu willen of niet. Is dat hernieuwbaar? Is dat een andere vorm? We moeten die doen. Maar je moet zorgen dat die lasten gedragen worden door iedereen voor een stuk, maar dat die wel voor het grootste stuk gedragen worden door de sterkste schouders. En dat zijn voor u dan de bedrijven, grote bedrijven? Bijvoorbeeld, ja uiteraard. Hè, daar moet je gaan kijken naar sociale maatregelen. En wat dat we niet mogen vergeten, want ik vind het heel erg jammer, we zien zo'n groot draagvlak nu, de laatste maanden zeker, hè, voor klimaatactie. Ik zie dan aan de andere kant politici, bijvoorbeeld onze minister Joke Schouwvliegen, en ik heb ook al collega's van meneer Geoffroy daarover gehoord, die zeggen, ja, maar dit gaat zoveel kosten. We zijn blij dat nu met dit draagvlak, want we moeten moeilijke maatregelen nemen. Men spreekt over taksen, over moeilijke maatregelen. En eigenlijk ondermijnt men daarmee een draagvlak. Men zou even goed kunnen zeggen, kijk eens naar alle kosten die we hiermee zullen kunnen besparen. Wanneer we actie ondernemen om die uitstoot naar beneden te halen, dan gaan we onze economie versterken. We gaan hem minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen. We gaan nieuwe impulsen geven aan de economie, nieuwe soorten werkstelling die ons op termijn sterker doet staan. We gaan bijvoorbeeld ook de gezondheidskosten die we vandaag betalen door het gebruik van die fossiele brandstoffen. Ja. Dat zijn natuurlijk toekomstige opbrengsten. Hè? En wie het vandaag niet zo breed heeft, die kan daar misschien niet op wachten. Maar als ik even een ander voorbeeld mag geven, dat zeer concreet is. Wie het vandaag niet zo breed heeft, en als ik één categorie mag noemen die het zeker niet breed heeft, dat zijn mensen die in sociale huurwoningen wonen. Mm. Er wonen nogal wat mensen in Vlaanderen in sociale huurwoningen die vandaag zo slecht geïsoleerd zijn en zo energie-inefficiënt zijn dat hun energierekening per maand hoger is dan hun huur. Dus als u wil weten waar we kunnen vooruit gaan op een manier die de mensen niet kost, maar bespaart, en die het leven beter maakt voor die mensen, en die het klimaat zou oplossen, want we zouden met die woningen passief of veel beter geïsoleerd te maken veel kunnen sparen. Ja, er zijn dus meer dan genoeg ook onmiddellijke terugverdieneffecten van maatregelen die we zouden kunnen nemen. En die de Vlaamse regering zelfs voor een deel neemt, want er wordt inderdaad geïnvesteerd in sociale huisvesting. Maar laat ons nu een keer samen aan de tafel zitten, over meerderheid en oppositie heen, om dat sneller te doen. Hoeveel zijn we bereid om daarvoor op tafel te leggen? En inderdaad, dat is belastinggeld. Maar dat is belastinggeld dat aan een hoop inwoners van dit land ook geld gaat sparen. En goed, dat is een correcte herverdeling, dat is een correct klimaatbeleid en een heleboel mensen wordt daar beter van. Ik ga Andries Griffa op twee zaken laten reageren. De sterkste schouders, grootste bedrijven, gaan moeten de zwaarste lasten dragen om iedereen mee te krijgen.
Bent u het daarmee eens of vreest u een vertrek van een aantal investeerders in ons land? Ten eerste, als we spreken over betaalbaar voor de mensen, dus waar dat ze niet direct willen op ingaan, volgens die enquête gaat het niet alleen over betaalbaar, maar ook over comfort. En dat gaat ook over, moeten we een deel comfort afstaan ten overstaan van vroeger? Ja, maar als je sociale woning beter geïsoleerd is, dan ben je comfort. Maar daar is inderdaad een verbetering van het comfort, maar je weet ook dat het gaat bijvoorbeeld over het te gemakkelijk gebruik van voertuigen, het te gemakkelijk gebruik van gsm's enzovoort enzovoort. En daar, gekoppeld aan de sterkste schouders moeten het dragen, moet je inderdaad opletten dat een aantal bedrijven dan zouden ze kunnen zeggen, we gaan hier niet meer investeren, maar we gaan investeren buiten Europa, hè, buiten de Europese gemeenschap, dus ik trek het breder op Vlaanderen. En vandaar ook dat wij zeggen, een duurzame economische groei, daar ben ik absoluut pleitbezorger van. Waarom? Omdat een duurzame economische groei kan zorgen voor meer inkomsten voor de overheid. En die meer inkomsten voor de overheid worden dan gebruikt voor de effectieve netto kost dat de overheid heeft, zijnde zorg, onderwijs, klimaat enzovoort. Als je inderdaad zegt, zoals ik ook al gehoord heb, ja, dat nieuwe bedrijf in Antwerpen, 2,7 miljard, god ja, misschien was het beter geweest dat daar een bos kwam of zo. Dan zeg ik, nee, dat is niet juist. Ik wil die investering nog hebben. Ik wil nog veel andere investeringen hebben, zolang het ook inderdaad duurzame investeringen zijn, omdat ze netto opbrengen voor de overheid, waarmee je inderdaad kunt zorgen voor het welzijn en het welvaart van de mensen. Welzijn en welvaart van de mensen door investeringen aan te trekken en tegelijkertijd zorgen dat die investeerders dan die zwaarste lasten dragen, zoals jullie daar zeggen. Met die theorie ga ik mee, maar ik vind het voorbeeld een beetje slecht gekozen. Ik ben blij dat er in Antwerpen geïnvesteerd wordt, voor alle duidelijkheid. Maar wat er daar nu gebeurt, de laatste investering die aangekondigd is, is een groot petrochemisch bedrijf dat wel jobs zal creëren en die zijn welkom, maar dat ook twee fundamentele nadelen heeft. Ten eerste, het stoot CO2 uit en creëert dus een aantal problemen. Ten tweede, het is compleet afhankelijk van buitenlands grondstof, Amerikaans schaliegas. Waardoor we dus afhankelijk worden van de grillen van op dit moment Donald Trump en god weet van wie later. En bovendien is het een energieintensief bedrijf waar we ieder jaar in dit land, in Vlaanderen alleen, ongeveer 40 miljoen euro besteden aan kortingen op allerlei heffingen voor die bedrijven om ze hier te houden. Ja. Dus het zijn jobs waar we al een keer voor betalen om ze te krijgen. Ja. En die ons achteraf ook nog eens geld kosten. En nog eens, ik heb graag dat die investeringen komen, maar ik denk dat we fundamenteel ons wel eens moeten afvragen of we de miljoenen die we daaraan besteden, aan belastingvoordeel en dergelijke meer, of we die niet beter zouden creëren in andere soorten van tewerkstelling. Of moeten we? Ook het leggen van zonnepanelen en het bouwen van windmolens creëert duizenden jobs vandaag. Hè. In Duitsland 150.000. Hè. Ja, of moeten we, zoals een aantal economen deze week in de Tijd suggereerde, moeten we CO2-taxen heffen? En dan gaat dat bedrijf dat dan energie-intensief is, CO2-uitstoot, daar ook voor betalen. En dan kan je met die opbrengsten, hoor ik dan andere economen zeggen uit Nederland, kan je mensen die het vandaag niet zo breed hebben tegemoetkomen? We heffen eigenlijk, we hebben vandaag een systeem van emissiehandel, dus van handel in CO2-rechten. Alleen is de prijs van die CO2-rechten veel te laag. Niet zozeer omdat je daardoor de diesel te goedkoop hebt, want eigenlijk op dat niveau speelt dat niet erg, maar wel op het niveau van inderdaad energie-intensieve bedrijven, de druk om minder energie-intensief te zijn, om zuiniger met CO2 om te springen, is niet hoog genoeg. En dus een CO2-tax of een handelssysteem dat daar meer druk op zet, zou inderdaad ook selectiever zijn. Ik zie jullie thuis knikken van ja, dat kan nog beter, die emissiehandel. Het is nog te goedkoop vandaag? Ja, dat is heel duidelijk. Hè. Dus men heeft een beetje een correctie willen maken. Men heeft eigenlijk bij het creëren van dat systeem in Europa een fout gemaakt. Hè. Men had een beetje bang. Het was ergens ook de eerste keer wereldwijd dat gebeurde, zo'n marktprijs op CO2. Maar van in het begin heeft men eigenlijk te veel van die emissierechten vrijgegeven en daardoor was de prijs te laag. Men heeft dat nu al een beetje proberen corrigeren, maar onvoldoende. En dat is iets dat natuurlijk heel veel bepaalt. Hè. Men verwijst bijvoorbeeld heel vaak naar Duitsland. Hè. Daar heeft men tot een kernuitstap beslist. Maar verbruikt men nog altijd heel veel, of produceert men altijd heel veel steenkool en bruinkool. Het een hangt eigenlijk niet samen met het ander. Hè. Men heeft eigenlijk de energie die men door de kernuitstap kwijtspeelde, heeft men vervangen door ongelooflijk veel investeringen in hernieuwbare energie. Maar waarom produceert men vandaag in Duitsland nog altijd heel veel bruinkool en steenkool? Wel, omdat de markt dat nu eenmaal door die te lage CO2-prijs nog toelaat. Want veel van die steenkoolproductie gaat naar het buitenland zelfs. Dus alleen vertrouwen op de markt, Andries Griffat, gaan we niet moeten doen. We gaan toch wel een stukje moeten corrigeren, want anders komen we er niet. Ja, maar nee, dat is ook de taak van de politiek van een stuk te corrigeren. Maar ik wil terugkeren op hetgeen dat collega Tabak zei. Dat die investering in Antwerpen, dat is een energie-intensief bedrijf. Dus die zitten mee in de emissiehandel. Ja. Die is op een jaar tijd, is de CO2-prijs
weliswaar van een veel te laag CO2-prijs, maar ondertussen wel verdrievoudigd. Die zal ieder jaar nog stijgen, omdat men inderdaad de quota, de hoeveelheid CO2-emissie die men toestaat in de handel, altijd maar met 2%. Ja, waardoor de rechten duurder gaan worden. Waardoor de rechten duurder zullen worden en waardoor bedrijven inderdaad zullen meer geduwd worden. Maar die investering in Antwerpen is ook niet onbelangrijk, omdat daardoor de derde chemische cluster wordt van Europa. En je kunt zeggen, weet je, dat interesseert ons niet. Maar de toekomst zal voor een stuk wel afhankelijk zijn van de technologie en de innovatie binnen die chemische cluster. Als we spreken bijvoorbeeld over koolstofcaptatie, als we bijvoorbeeld spreken over koolstofherbruik enzovoort, zal het wel voor een stuk afhankelijk zijn van wat daar zal gebeuren in die sector. Ja, dat geloof in innovatie en technologie, delen jullie dat geloof, jullie thuis? Wel, we zullen innovatie nodig hebben, uiteraard. Als we nu al kijken wat de impact is in de energiesector van de dalende prijzen van zon- en windenergie. Wij maakten, als Greenpeace maakten wij 20 jaar geleden ook al energiescenario's waarin we voorspellingen deden hoe snel die sector zou groeien, welke impact dat zou hebben. Wel, eigenlijk zijn zelfs onze scenario's, die toen werden weggelachen, zijn voorbijgestoken door de realiteit. En de impact daarvan is enorm. Dat biedt enorme kansen, ook voor bijvoorbeeld armere regio's in het zuiden die nu door veel goedkopere zon- en windenergie een lokaal en duurzaam energiesysteem kunnen gaan uitbouwen. En dat soort innovatie gaan we uiteraard ook zien in andere sectoren. Maar we zien wel dat die innovatie vaak pas echt voldoende snelheid neemt wanneer er vanuit de politiek, vanuit beleid, een deftig kader komt. We zien wat er nu bijvoorbeeld in China gebeurt rond elektrische mobiliteit. Waarom is de Europese auto-industrie nu in de voorbije jaren een snelheid hoger geschakeld? Dat is voor een stuk door Europese regelgeving, maar die gaat eigenlijk nog echt vrij traag. Maar vooral doordat men in China eigenlijk een heel duidelijk kader heeft geschept dat die richting uitzet naar een andere mobiliteit zonder fossiele brandstoffen. En dat heeft eigenlijk voor een kleine revolutie gezorgd in die auto-industrie die we ook in Europa nu omdat Europese autoconstructeurs natuurlijk vooral een markt zien. Hè? Nu, ik wil het hebben over kernenergie. Het is hier al gevallen. Ik weet het, ik zit met twee Vlaamse parlementsleden aan tafel en het is eigenlijk een bevoegdheid van de federale overheid. Maar goed, ik hoor N-VA zeggen, laten we toch op zijn minst dat debat aangaan, want het kan misschien wel helpen om die CO2-doelstellingen te halen, want ja, uitstoot nul, hè? Er zijn twee aspecten. Het eerste aspect is de periode tot 2035, waarbij dat wij zeggen alles gaan sluiten in 2025 en dan gesubsidieerde CO2-uitstotende gascentrales gaan bouwen. Dat vind ik, de logica is daar zoek. Ja? En dan hebben we de periode na 2035. Nu, de periode na 2035, daar zeggen we niet wat er moet komen. Daar zeggen wij kijken naar alle mogelijkheden en we hebben ook geen taboes. Ja, want het is een periode dat we naar nul uitstoot moeten evolueren. Ja, dat klopt. En als je dan kijkt naar de modellering die gemaakt wordt door de Europese Commissie, ik heb gisteren woensdag ook die grafieken getoond in het parlement, ja, dat zie je ook heel duidelijk en is ook bevestigd door de commissaris, energiecommissaris Cagnetti, die zegt, ja, weet je, de backbone voor elektriciteit in de toekomst zal zijn, één, in Europa zal er meer elektrisch verbruik zijn. Er zal primair minder energie verbruikt worden, maar er zal meer door elektrificatie meer vraag zijn naar elektriciteit. En de backbone daarvan schat hij in op een driekwart hernieuwbaar energie, ondersteund door onder meer nucleair. Dat staat letterlijk in zijn interview. En dat vind je ook terug in modelleringen waar ze die berekeningen gemaakt worden. We gaan het nodig hebben om A, de energiebehoeften te voldoen, en B, ook om die CO2-normen te halen, hoor ik u zeggen. Ja, in 2003 zat uw partij mee in de Paarse coalitie die de kernuitstap heeft gestemd. U blijft daar nog altijd achter staan? Ik blijf er nog altijd achter staan. Hoe gaan we dan die energiebehoefte, hoe gaan we eraan voldoen? En ik word er zelfs iedere dag meer in bevestigd. Want ondertussen officieel zijn de kerncentrales nog allemaal open. Formeel staat de helft vaker stil dan dat ze werkt. Hè. Waarom hebben we kernenergie nodig? Omdat we inderdaad in de overgang naar een duurzamer systeem, dat we inderdaad een backup nodig hebben voor inderdaad de moment dat de zon niet schijnt en de wind niet waait. Het idee dat het kernenergie zal zijn, ik denk dat dat hoe langer hoe meer utopisch wordt, al was het maar omdat inderdaad de kernenergie, de windmolens draaien vaker dan de Belgische kerncentrales vandaag. Hè. Dus als we dat willen geloofwaardig maken en solide maken, gaat ons dat een immense investering kosten. Een immense investering dan tot 2035, een investering met belastinggeld overigens, die bovendien dreigt van ons vast te zetten in een systeem waarbij we die kernenergie op termijn blijven nodig hebben. Want kernenergie, eens het er staat, moet het produceren. Ja. En de echte realiteit, als je kijkt naar de markt vandaag, als je ziet naar subsidies, er is geen duurdere vorm van energie
om nieuw te installeren dan kerncentrales. Het helpt energie, het helpt CO2-norm te halen, want de uitstoot is nul natuurlijk. Nee, het, ja, maar goed, maar een hele hoop duurzame energie, hernieuwbare energie vandaag is ook uitstoot nul. En dus als je kijkt naar waar we in Vlaanderen nog het meeste te gaan hebben, laat ons dan daar volop op inzetten. Er is groei, maar die groei moet nog veel groter worden. En laat ons die vooral niet blijven blokkeren door een massaal aanbod van nucleaire stroom op onze markt te bieden. Jullie Thijs, is Vlaanderen, omwille van zijn ligging, omwille van het feit dat natuurlijk ook volgebouwd is, eigenlijk een geschikte regio om windenergie op grote schaal op te wekken? Ik dacht dat kan dat hier? Ik dacht dat u de vraag ging stellen om kernenergie uit te bouwen. Inderdaad. Dat is ook een heel interessante vraag. Ja, maar goed, zijn wij in staat om die kernenergie te vervangen? Wel, ik denk, de fout die velen maken in dit energiedebat is het om het enkel Vlaams of zelfs Belgisch te gaan bekijken. Wij functioneren in een Europese energiemarkt, vandaag al. En dat zal in de toekomst nog meer zijn. Hè. Opnieuw, vanuit Greenpeace publiceren wij al jaren energiescenario's. Die kijken niet naar België alleen. Die kijken naar België in een Europees energienetwerk. Want zo functioneert het vandaag en zo zal het ook in de toekomst functioneren. Het is heel simplistisch om te zeggen, ja, de zon schijnt niet altijd, de wind waait niet altijd. Nee, uiteraard niet. Wij hebben dit al jaren geleden laten becijferen dat je in Europa perfect, niet van vandaag op morgen, maar wel binnen een termijn van 15, 20 jaar, perfect naar een systeem kan evolueren op basis van hernieuwbare energie, waar dat je kan rekenen. Want er zal altijd ergens wel een plek zijn waar dat opslag voor een stuk een rol zal spelen, maar waar dat uiteraard ook energiebesparing een belangrijke rol moet spelen. En ik wil nog toch even ingaan op het bizarre fenomeen dat kernenergie nu terug zo'n plaats in het debat krijgt. Ik merk op dat bijvoorbeeld uw partij, de N-VA, een soort van angstdiscours hanteert wanneer het gaat over kosten die bij de klimaatactie en klimaatmaatregelen komen kijken. En dan naar voren komt met kernenergie als de mirakeloplossing, terwijl alle experten, alle economen bevestigen dat, ja, los van alle andere nadelen van kernenergie, dit is op dit moment al, en dat zal alleen maar toenemen in de komende jaren, de duurste technologie om energie te gaan opwinnen. Dat is vandaag al het geval. We zien overal in Europa... Ja, heel kort, de duurste technologie, en dat zal het laatste antwoord zijn, want onze tijd zit er bijna op. De Europese Commissie is er heel duidelijk in, uit deze grafiek. Kernenergie, de LCOE, wil dus zeggen de kost, alles inbegrepen, aansluitingskosten, onderhoud enzovoort, is het laagst met de bestaande capaciteit aan kerncentrales. Gascentrales is dubbel zo duur. Twee, een Europese energiemarkt als ingenieur vind ik dat fantastisch. De realiteit is, deze bestaat vandaag niet. Het is ieder land op zich, zowel Duitsland, zowel Polen, zoals Frankrijk, die keken eerst naar henzelf voordat ze keken naar het buitenland. Ja, maar goed, het zijn behalve Vlaamse en federale verkiezingen ook Europese verkiezingen Inderdaad. In Europa. Mm-hmm. Misschien een thema om daar dan op tafel te leggen, om daar dan tenminste de neuzen in dezelfde richting te krijgen. In elk geval bedankt voor dit gesprek. Andries Grifois van de N-VA, Bruno Tobak van de SPA, Jury Thijs van Greenpeace. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.